lockdown, wat vindt u daarvan? Verschrikkelijk. Waarom? Nou, is toch niet normaal meer. Ja, jammer. Maar wel logisch, natuurlijk. Ja. Logisch? Nou ja, het is nodig. Dus ja, ik snap wel dat het gaat gebeuren. Gaat u nu nog niet iets even hamsteren in de stad? Even nagels naar de kapper? Nee, dat kan toch niet meer nu? Dat is allemaal bezet. Shun, ga je shoppen niet missen? Absoluut niet. Nee. Nee. En misschien naar de kapper gaan of... Ja, ik probeer het lang te laten groeien, dus dat heeft voor mij niet zo heel veel nut. Dus ja, voor heel veel van de maatregelen maakt het mij niet zo heel veel uit, maar... Je bent nu in de stad, en hoezo? Nou ja, wij dachten het is maandag, zal vast wel redelijk rustig zijn, dus... en ik moet zeggen, het valt nu ook wel mee, dus we kunnen best wel eventjes een kerstcadeautje kopen. Wat ga jij het meeste missen? Mijn rijexamen, die heb ik volgende week en die gaat waarschijnlijk niet door. Moet ik eerlijk zeggen, ik heb al heel lang niet zo heel veel ondernomen. Dus ik denk dat ik er wel een beetje aan gewend ben. Ik ga niet echt iets heel erg missen. Nee. Ga je nog iets hamsteren voordat je... Nee hoor, nee. Ik ga niks hamsteren. Hoe gaat u kerst vieren bijvoorbeeld? Dat kan ik nog niet zeggen. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Want het is een beetje onvoorspelbaar nou. Dus ja, ik vraag me nu vooral af... waar ik het beste kan doen en op welke manier. Maar het zal wel bij mijn ouders zijn natuurlijk. Nou ja, ik denk dat ik gewoon thuis ben eigenlijk met de kerst dit jaar. Ja, gewoon met mijn eigen gezinnetje. Dus niet zo heel veel bijzonder. Ik denk alleen thuis zitten. Alleen thuis? Ja. En wat gaat u dan allemaal thuis doen? Ja, een beetje lezen, een beetje tv kijken. Ik wil gewoon een beetje aankijken, want mijn moeder die werkt ook in de zorg. Dus ik ga wel gewoon zoveel mogelijk binnen proberen te blijven. En echt alleen als het echt nodig is naar buiten. Het gewoon afwachten.